In het voetbal stond er dit weekend maar één topper op het programma. FD Antwerpen ontving Gelco Hasselt, met andere woorden de nummer 1 en 2 tegenover elkaar. Voor weerom een volgelopen FTA Arena kwam de thuisploeg op achterstand en dat is dit seizoen nog niet zoveel gebeurd. Wanneer de jonkies de drive gevonden hebben, kan Neese het ganse veld oversteken om de gelijkmaker binnen te trappen 1-1. Nog hebben we in de eerste helft niet alles gehad. De bezoekende goalie behoedt Hasselt voor een achterstand in eerste instantie, maar moet zich toch gewonnen geven wanneer zijn team op snelheid gepakt wordt. Rustig gaan we met 2-1. De thuisploeg versiert in de tweede helft nog vele kansen, maar scoren doen ze niet meer. Hasselt doet dat nog wel en ze nemen beide teams afscheid van elkaar met een 2-2 eindscore. En verandert er in het algemeen klassement niets en blijven deze teams op 1 en 2 staan. Ik vond dit een zeer sterke partij van Antwerpen en een zeer sterke partij van Hasselt. En dat zien we aan de uitslag. We scoren het eerste doelpunt, een verdiend uitgespeelde kans. Antwerpen komt verdiend terug. Antwerpen komt ook verdiend voor. En wij komen verdiend gelijk. Dus ik vond het een fantastische wedstrijd waar dat elke partij wel tevreden zal bij zijn, denk ik. Azizi, toe, jouw gevoel, want ik heb het gevoel dat er meer in zat. Ja, er zat zeker meer in. Maar we hebben te veel kansen laten liggen. We hebben, de doelman van Hasselt was uitstekend vandaag. Hij heeft een paar reddingen, gedaan die uitmuntend waren. Maar wij pakken dat mee als groep. We moeten dat goed opvangen. We hebben nog niet verloren. We staan aan kop. En we gaan ons best doen om daar te blijven. Ja, let op. Ik heb wel goede bal uitgehaald. Maar... Als je ziet, de tweede helft, we komen heel goed terug. En dan kan ik alleen maar een chapeau zeggen tegen mijn team, tegen dit Antwerpen, een heel sterke ploeg. Dat we dit nog kunnen halen, echt chapeau. Ja, de eerste helft was vooral vele kansen voor Antwerpen, maar ja, je stond er zoals je er elke week staat natuurlijk. Ja, dat is ook. Ik zeg, we komen dan misschien tegen het spel aankomen 1-0 voor. Maar dan in plaats dat we doorgaan, we laten de kopjes hangen. Ja, en dan, hoe Antwerpen speelt, dan komen we... We komen gewoon 2-1 achter, eigenlijk domme fouten en ja, dan laten ze gewoon een spelletje spelen. Ja, Karim, 2-2, daar, ik heb het gevoel dat je er zelf misschien geen goed gevoel bij hebt. Ja, oké, natuurlijk ben je teleurgesteld omdat je gelijk speelt, maar uiteindelijk hadden we het zelf in handen. De eerste helft denk ik een aantal hele mooie kansen die we dan niet afgewerkt hebben. De tweede helft was het iets evenwichtiger, maar ik denk dat vandaag toch Benetti weer al bij Hasselt een heel sterke partij heeft gespeeld. Maar ik wil niet Hasselt de andere spelers onder laten doen. Ze hebben vandaag gevochten voor wat ze waard zijn. En ik denk een 2-2 tegen de tweede in de stand. We blijven die eerste plaats behouden. Hebben we nog niet verloren. Oké, uiteindelijk als je het resultaat over heel het seizoen gaat bekijken, mogen we niet teleurgesteld zijn. Vandaag wel over het resultaat vandaag, maar tot op heden denk ik dat we een mooi parcours hebben gereden. Maar voor eerlijk te zijn, ik moet zeggen, ik denk dat er maar één winnaar is en dat is het voetbal. Wederom veel volk, twee topploegen die tegen elkaar gespeeld hebben. En het is veel plezanter zo te zaalvoetballen. Enerzijds Hasselt, dat komt spelen voor te winnen vandaag. En Antwerpen speelt altijd voor te winnen. En dan zie je dat je een formidabele wedstrijd krijgt. En nogmaals, ik herhaal het, we zijn met z'n allen de winnaar van het voetbal. Ik denk dat we een... heel boeiende top hebben we gezien, langs beide kanten. Heel spannend, scoreverloop ideaal, close match. En ik denk een billig gelijkspel tussen twee ploegen. Ik ben heel tevreden dat we hier een punt meenemen naar Hasselt. Ik zeg hetzelfde, ik vind het formidabel, wij hebben elkaar leren kennen. We hebben rond de tafel gezeten, formidabel gesprek. En ik zou willen zeggen, ik hoop dat we met ons beiden de play-offs kunnen spelen en dat we er een feest van maken. Want voetbal is een feest en dat moet een feest blijven. Toch nog een extra slotvraag, meneer Galadi. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het zou wat zijn, de finale. FD Antwerpen tegen Gelco Hasselt. Dan wordt het
8-1 voor Hasselt, want dat hebben zij ons vorig jaar gelapt. U kent Marco Borsato? Ja, die ken ik. Ja. De meeste dromen zijn bedrog. Is ook zo.